Ik zie lachende gezichten. Vincent Hoppenzak en Philip Heijnen. Leiders naar de derde dag van de woning zesdaagse. Klasse mannen. Ja, dankjewel. Ja, we hadden een goede dag vandaag en konden mooi naar de leiding. Die mannen. Hey, kun je mee een beetje door jullie dag heen nemen? Het was een pittige woning XL koppelkoers weer. Heel de dag attent zijn. Ja, heel de dag attent zijn. Alle koers zijn natuurlijk 20 punten. Dus het kan ineens heel rap gaan. Zo zie je ook in de laatste onderdelen dat we daar echt wel heel veel punten binnenhalen. En daardoor aan de leiding komen. Dus je moet eigenlijk heel de dag door scherp zijn. En dat maakt het wel echt moeilijk. Dan is er nog één koers te gaan, een afvalkoers. Waar de gele leiderstrui wordt beslist, zie je ook niet vaak. Hadden jullie er echt op staan? Goh, ja, ik was altijd wel een beetje zenuwen. Want we zaten natuurlijk met hetzelfde aantal punten. En ik dacht, ik moet er nu wel voor eindigen. Maar ik kon mooi afrekenen met Jan Willem. En toen kwamen we aan de leiding. En nu voor de komende dagen, we zijn halfweg. Verdedigen of proberen het toch nog uit te buiten? Verdedigen. We staan nu 2 dagen tweede en nu eerste. Dus we staan de hele tijd kort. En dat is gewoon het doel om kort te blijven staan.